dat je weer kijkt naar een nieuw productvideo van Araco. Ben jij op zoek naar een handig, praktisch, milieuvriendelijk en custom-made item? Blijf dan vooral kijken, want vandaag gaan we het hebben over onze For You tassen. Bij onze For You tassen heb je maar liefst keuze uit 5 verschillende modellen. En ze nemen heel weinig ruimte in, dus ze zijn super eenvoudig mee te nemen. En je hebt ook nog keuze uit arpen materiaal, waardoor je meteen denkt aan het milieu en het dus een win-win situatie is wanneer je lekker gaat shoppen. Deze tassen zijn met een paar eenvoudige stappen helemaal naar eigen wens te maken tot een uniek item. Laten we beginnen bij stap 1, de modellen. We beginnen bij de eerste tas, dit is de C6120 en het is eigenlijk een rugtas. Hij heeft witte koordjes aan de zijkant, waardoor je hem makkelijk kan aansnoeren en hij goed dicht blijft zitten. Het tweede model waaruit je kan kiezen is de C6140. Dit is ook een rugtas, maar deze is iets steviger doordat er aan de onderkant in de hoekjes wat versteviging zit. En de koordjes zijn zwart in plaats van wit. Ons derde model is de C6130. Dit is een handtas met de hengsels over de breedte. En aan de binnenkant zit er ook een opbergzakje bevestigd. Daar kun je hem helemaal in opvouwen tot een compact formaat. Dan de C6500. Dit is wederom een handtas, maar dan met de hengsels van de voor- naar de achterkant. Hier zit ook een opbergzakje bij, maar deze zit apart. En deze heeft een haakje waardoor je hem makkelijk kan ophangen aan bijvoorbeeld je sleutelbos. Ons laatste model van de For You tas is de C6150. Wederom een handtas, maar dit keer met een hoekje verwerkt in de tas, waar je hem in kan vouwen en aan kan trekken met een stopper en een touwtje. Super makkelijk! Bij stap 2 kies je voor het materiaal. Zoals uitgelegd kan je kiezen voor arpet, maar we hebben nog een andere mogelijkheid en dat is de keuze voor polyester. Belangrijk om te weten bij polyester is dat je dan keuze hebt uit maar liefst 30 verschillende kleuren tassen, zoals we hier geel en roze bijvoorbeeld hebben liggen. Dan gaan we meteen naar stap 3 en dat is de keuze voor de bedrukking. De kleuren kunnen belangrijk zijn wanneer je kiest voor een zeefdruk met je naam of met je logo op een tas. Daar heb je natuurlijk een leuke achtergrondkleur voor nodig. Maar je kunt ook kiezen voor sublimatie, waarin de hele tas bedrukt wordt met jouw eigen artwork. Zoals je ziet bij deze donuts. Superleuk en heel erg opvallend. Dan gaan we alweer naar de laatste stap en dat is stap 4. Stap 4 houdt in dat je kan kiezen voor een labeltje aan de zijkant van je tas. Het is niet verplicht, daarom is het ook een optie. Maar je kan dus een labeltje in de tas laten naaien met je eigen merk of logo. Na deze 4 stappen is jouw unieke For You tas helemaal klaar voor gebruik en kan je alle winkels leeg gaan shoppen. Shop ze! Naast onze tassen hebben we natuurlijk nog veel meer mooie items van For You. Ontdek onze eindeloze mogelijkheden op onze website en download onze For You catalogus.